Zelf dacht ik ook altijd dat jij een niet zo'n goede band had met Pierre Cardin, maar het tegendeel was waar. Je had een Ja, hele goede band met ja, hem, hè? ja, ja. Ik laat je even een fragmentje zien. Pierre gaat zijn eigen kant op. Dat is natuurlijk een heel druk mannetje. Een heel lief mannetje overigens ook. Nee, maar ben je nou wel of niet? Want het is erg onduidelijk. Wel of niet financieel door hem genaaid? Nee, ik ben echt niet door hem genaaid. Nee, financieel? Nee. Ook niet. Hij heeft, dus die relatie is verder. Nee, beslist niet. Nee, dat is Nee, goed. Die dat is relatie ook is niet goed. waar. Nee. Nou, Pierre is inmiddels overleden. Overleden, ja. Ja. Had je de laatste jaren nog contact met hem? Nee, we zouden contact krijgen. Het zou na de corona zijn. Maar ja, toen is hij heel ziek geworden. Ja. Want ik had hem nog heel graag een keer willen zien. En om het zeg maar een beetje mooi af te sluiten ook. Want heb je het gevoel dat je het nooit hebt kunnen afsluiten met Pierre Cardin? Ja, een beetje wel. Ik heb het met Gerrit Timmerman wel afgesloten, met Gerrit Timmerman. Daar ben ik geweest op zijn 80ste verjaardag.